Yes, ik heb hier dus een pc naast mij staan en die heeft wat problemen. Er is namelijk een goede vriend naar mij toegekomen en die zei van... Marco, kan jij er eens eventjes naar kijken? Jongens, welkom bij de allereerste aflevering van Fix een PC. En we gaan eens even kijken wat hiermee aan de hand is en of we dit kunnen oplossen. We gaan beginnen. Dit is hem hier dan. We hebben hier dus een PC hier op tafel staan met een OSB 550 Elite V2 en ook nog eens een Gigabyte GTX 1080 Gaming OC videokaart. Nou, ik weet niet precies welke processor erop zit, maar er zijn wat problemen ermee. Oké, we hebben hier dus die PC en hij heeft sowieso zijn nieuw geheugen en zijn oud geheugen alvast voor mij even in de PC gestopt. Gewoon puur, was even makkelijker voor transport. Maar we hebben hier dus al 4 geheugenlatjes. Nou, laten we even kijken wat er dan uitkomt. En dat is dus dit latje en dit latje. Dit latje en dit latje. Wat heeft hij nu precies gedaan? Nou, hij had eerst dit geheugen erin zitten. 2 keer 8 GB DDR4 3200 geheugen van PNY. Is op zich een best wel goed merk. Alleen hij is overgegaan naar 2 keer 16 GB DDR4 3600 van Viper. Is op zich ook wel best een goed merk. Viper maakt op zich ook wel heel goed geheugen. Ik zit er alleen wel een beetje mee. Wat is hier nou precies mee aan de hand? Laat het geheugen maar weer eens even terug installeren hoe het was en kijken wat er dan gebeurt. Oké, makers, ik heb dus deze PC hier en het valt me sowieso al 1 ding wel op, hè. Het is op zich prima om meerdere geheugenbanken naast elkaar te gaan gebruiken. Er zit alleen wel 1 dingetje aan. Gebruik hetzelfde merk, gebruik dezelfde capaciteit en gebruik ook dezelfde snelheid. Niet alleen zorg je dan voor dat er eigenlijk zo min mogelijk problemen ermee zijn, maar we hebben nu 2 verschillende soorten fabrikanten. We hebben 2 verschillende soorten groottes en we hebben dus ook 2 verschillende kloksnelheden. Vindt geheugen meestal niet zo leuk. Wat ik sowieso wel eerst even wil gaan proberen is even met het oude geheugen aan de slag gaan. Want gaat die PC dan aan of niet? Ik zou zeggen, laten we maar eens even kijken wat er dan gebeurt. Gooi dus de Viper stick, die gooi er even eruit, want dat is dus het nieuwe geheugen. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat er gebeurt met het oude geheugen. Dus halen we die eruit en halen we die eruit. En dan leggen we dit gewoon even lekker apart. Toegeven, het is toch wel heel fancy geheugen dit, dus ja. En nou ben ik eigenlijk wel heel benieuwd, zal die PC het nu doen of zijn er nog steeds problemen? We gaan eens kijken, zit alles erin? Ja, nou zo te zien wel. Ik zet de voeding aan. Ik zag al een paar lampjes aangaan. En nu is het kwestie van dit. En hij boot op. Tenminste, hij boot op. Hij start nu wel op. Er komt alleen nog steeds geen beeld vanuit de videokaart. Hij start dus, er komt wel iets doorheen, maar hij ziet dus niks. Er gebeurt dus momenteel niks. Ik heb namelijk hiernaast heb ik een PC staan. Maar het lijkt erop dat ik gewoon geen beeld heb hier. Oké, dus de PC gaat wel aan, maar we krijgen geen beeld. Dit kan wellicht iets anders zijn. Wellicht is het dan niet per se het geheugen wat hier het probleem is. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het iets met de videokaart is. Oké, interesting. Want als je nu even kijkt naar hoe het beeld op dit moment is. Je ziet als het goed is nu hier ergens in beeld wat er binnenkomt vanaf de videokaart. Ja, er staat gewoon videosignaal, is abnormaal. Ik krijg gewoon geen beeld binnen. We gaan verder kijken. Oké, dit geheugen is er dus uitgehaald. Ik heb dus even die Viper geheugen even eruit geprikt. En ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat het dus niet per se aan het geheugen hoeft te liggen. Het blijkt namelijk ook zo het geval te zijn dat de videokaart ook geen video out geeft. Zal het dan misschien ook zijn dat hij het bijvoorbeeld wel al heeft gedaan, maar dat er problemen zijn met de videokaart? I have no idea. Maar ik heb hier in ieder geval wel een RTX 3070 liggen die we ervoor kunnen gaan gebruiken. En de voeding die erin zit is krachtig genoeg, 750 watt. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of deze dan wel aangaat op het moment dat ik dus een videokaart erin prik. Alright, eerst die HDMI eruit. Voilà. En dan natuurlijk deze ook nog. Zo. En dan kunnen we niet in ieder geval hiermee aan de slag gaan. Ik zie nog wel een stroomkabel die we ook even los moeten halen. Nou, gelukkig is dat niet zo heel moeilijk. That's it. Heeft het al heel makkelijk gedaan voor me. En natuurlijk, dit schroefje ook nog even loshalen. Top. Ja, dan nog even deze PC Express slot losklikken, eruit schuiven en that's it. Nou ja, we gaan nu deze unit maar eens even installeren. Nou, die RTX 3070 Gaming OC. Kijk wat er dan gebeurt. Prik deze ook gewoon zo op dezelfde manier er weer in. Ik ga alleen deze nog niet vastschroeven. Zo, een klikje is goed. En dan moet natuurlijk ook wel even die stroomkabels. Dan hebben we dus de 8-pin, of beter gezegd de 6+2-pin. Yes, en dan hier nog even de 6-pin zelf. Die zit en die zit. Alright, het is wel zwaar niet op de allermooiste manier gebeurd, maar het
gaat om dat we gewoon even gaan testen of dit wel lekker werkt. Yes! Prikken we de HDMI er weer in. Ik kan altijd maar op één maniertje erin. Zo. En vergeet dan die stroomkabel ook niet. Die hebben we ook nodig. En zet de voeding aan. Oké. Het zal mij nu benieuwen. We hebben de videokaarten nu uitgehaald. Ik heb het geheugen eruit gehaald. We gaan eens even kijken wat hij nu doet. We zullen het zien. De videokaart heeft wel zijn stroom al te pakken. Ik zit momenteel te kijken naar mijn scherm hier. Maar er gebeurt niks. Misschien moet ik een toets indrukken. Dat zou kunnen. Videosignal is nog steeds abnormaal. Hij doet nog steeds. Maar weet je wat me wel opvalt? Volgens mij is het zo dat op, als men dat Ctrl-Alt-Delete doet, gebeurt er ook niks. Ik vind het lastig. Oké, we gaan eens even een paar stapjes terug. De PC gaat aan met de twee geheugenbanken die erin zitten. Dat zijn dus de oude 2K 8 gigabyte reepjes die hij al had. De videokaart die erin zit, die gaf geen beeld. Dus ik heb die vervangen met een RTX 3070 om mee te testen. En ik krijg alsnog geen beeld. Ik heb zo het vermoeden dat er iets aan de hand is in het BIOS. Blijkt namelijk dat deze gast die heeft ook XMP aangezet. En sinds dat is gebeurd zijn er eigenlijk problemen geweest. Ik wil heel graag het BIOS gaan resetten. Alleen, ja, dat gaat niet zo makkelijk als de BIOS niet in kan. Gelukkig zitten op het moederbord rechts onderin boven de front I.O. connectors zitten namelijk twee van die hele leuke pinnetjes. En als die met elkaar contact laat maken, dan wordt het BIOS gereset. En zo moeilijk hoeft het niet. Ik heb gewoon zo'n schroevendraaitje ervoor. En dat kan gewoon. Nou ja, zorg ervoor dat de stroom wel aanstaat, want anders doet hij het niet. Dus ik ga proberen contact mee te maken. Nou, die twee pinnetjes die raken elkaar nu aan. Ik gewoon even een paar seconden wachten. 5 seconden is lang genoeg hoor. Nou, dat is nu dus gedaan. En nu is eigenlijk de vraag, gaat hij nu wel of niet werken? Ik heb beeldscherm alvast aangesloten. Ja, we zullen zien. Ik druk gewoon weer even op aan- en uitknoppie. En ben heel benieuwd. Want als het goed is, zou hier achter mij dan een oorlogslogo moeten komen. De eerste keer duurt altijd eventjes. Ik ben heel benieuwd wat hij nu doet. Hé, hey, hij doet wat. Hey yo, we hebben beeld. Wat gaat hij nog meer doen? Hij gaf aan, we hebben beeld. Windows is nu gewoon opgestart. Check even hier achter mij, jongens. Of beter gezegd, check gewoon even naast mij. Want daarin zal gewoon, zal gewoon de desktop zichtbaar zijn. Dit lijkt gewoon te werken. Het BIOS is nu dus gereset. Het beeld doet het. Wat hij nu eigenlijk wil gaan doen? Ik ga eens even deze videokaarten dan weer eruit halen. En ik prik dan gelijk even ander geheugen erin. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat er dan gebeurt. We gaan een poging wagen. We gaan deze maar weer eens uitzetten. Ja, we gaan nog een testje doen. Ik heb dus het oude geheugen heb ik dus uitgehaald. En ik heb nu dat nieuwe geheugen erin geplaatst. En ik heb dan ook de GTX 1080 die er ook in had zitten, heb ik weer teruggeplaatst. Alles is aangesloten. Ik ga de voeding aanzetten. En dat ziet er goed uit. Ik ben nu heel benieuwd of we beeld krijgen. We zullen zien. Nou, de PC. Ja, je ziet niet zo heel goed opnemen, maar de PC gaat wel al aan. De PC die gaat dus al aan op dit moment. En ik kijk naar mijn scherm. En hebben we signaal of hebben we nog geen signaal? We hebben signaal! En gelijk al een melding, BIOS is al gereset. Controleer of alles al goed staat. Ik zoek alleen nog wel even naar mijn muis. Want, oh, daar ligt hij. Alright, ik was muis vergeten, maar hij geeft hier al gelijk aan dat de BIOS gereset is. Nou, ik ga gelijk eventjes gluren wat er dan gaande is. Ik druk op oké. Yes, de BIOS. We zijn er eindelijk in. We hebben hier in ieder geval 16 gigabyte en 16 gigabyte. Hij heeft dus een 32 gigabyte RAM gevonden. XMP is disabled. Die ga ik wel aanzetten. Die ga ik wel aanzetten, zodat we gelijk zien DDR4 6600 op 18. Er is alleen nog één ander ding wat ook zeker moet gebeuren. Zeker ook als je op een gegeven moment over wil gaan naar Windows 11. Ik ga die wel vast aanzetten, want standaard zet Gigabyte het ook al aan. Ik ga naar de geavanceerde modus. Ik ga naar settings, miscellaneous en hey, het staat al aan zelfs. TPM, altijd even een must tegenwoordig om te gaan gebruiken. En het lijkt erop dat alles gewoon goed werkt. Tenminste, alles is gevonden. De Ryzen 5 5600X, datum, nou ja, 96, ja, die klopt toevallig wel. Dat is al goed, de tijd die klopt ook. Het ziet eruit dat dit hem gewoon is. We gaan hem opslaan en kijken wat hij doet. Nou ja, als hij het hiermee al doet, dan zijn we eigenlijk gewoon klaar. We laten hem gewoon even opnieuw opstarten. Dan ben ik heel benieuwd wat er gebeurt. Nou, we zien hier het hele mooie Orange logootje en ondertussen ook de balletjes van Windows. En hij doet het. It's working. De PC werkt nu ondertussen. We kunnen alles mee doen wat we willen. Nou ja, hij kan er in de tussentijd alles mee doen wat hij wilt. Oh, en er gebeurt ondertussen iets. Oh, dat ding sprong in één keer op standby. Kan altijd gebeuren, maar hij doet het. Jongens, de PC is gefixt. In dit geval was het dan zo dat het geheugen niet goed stond ingesteld. En dat het door middel van de Clear CMOS jumper alsnog deze PC werkend heeft gekregen. Ik was al heel bang dat we een nieuw moederbord hadden moeten kopen.
Maar gelukkig is dat nog niet het geval. Dus dat scheelt in ieder geval wel weer. Toch even 100 euro of zo voor zo'n leuk plankje. Ja jongens, dit kan het dus ook gewoon zijn. Het was dus hier dus een BIOS wat niet goed was ingesteld. We hebben even een clear CMOS gedaan. Waardoor die dan gewoon zichzelf reset heeft. En dat heeft dus blijkbaar ook geholpen. Kon je dit sneller oplossen? Ja, maar... We moesten eerst even uitsluiten of niet eerst iets hardwarematigs was. Maar gelukkig was het dus alleen het BIOS. Ik ben benieuwd wat jij van deze video vond. Zou dit vaker willen zien? Geef deze video dan massaal even een duimpje omhoog. En laten we kijken of die 300 likes weten aan te tikken. En vond je dit een handige en ook bovenal een toffe video? Geef dan zeker even een smash op die abonneerknop. En heb je zelf ook een probleem met je PC? Meld dan even via het mailadres wat ik hieronder in de beschrijving heb staan. En 300 likes op deze video. En we gaan door naar deeltje 2. Want ik heb nog een PC staan met problemen. Trouwens, YouTube vindt dat jij deze video moet gaan checken. Maar misschien is deze video ook interessant voor je. Klik er gewoon eventjes lekker erop en hoop ik zie je dan bij de volgende. Jongens, thanks voor het kijken weer. Thanks voor je support. En zoals altijd zeg ik dan weer, tot ergens.